Waddinxveense bedrijven door brand verwoest. Parkeeroverlast in Den Haag verplaatst zich. En Poeldijk raakt steeds meer inwoners kwijt. Woensdag 14 september, dit is het TV West Nieuws. Dag dames en heren. In Waddinxveen is vannacht aan de Kanaaldijk een opslag voor meubelen en een loods met oude auto's volledig afgebrand. Persoonlijke ongelukken deden zich niet voor. De brand in de meubelopslag ontstond rond 00:30 vannacht en al snel sloeg het vuur over naar een naastgelegen loods die vol met auto's stond. In de loods ontplofte een aantal benzinetanks. Beide gebouwen zijn vrijwel helemaal uitgebrand. De bewoners van drie naastgelegen huizen werden geëvacueerd. Aan de Willemiedekade daar staan een aantal woningen. Die zijn door de politie ontruimd en die zijn bij de buren ondergebracht. De rook gaat vrijwel goed omhoog. Dus het lijkt erop dat dat geen probleem is voor de huizen die eventueel verderop staan. Er zijn geen gewonden gevallen en er zijn ook geen schadelijke stoffen vrijgekomen. Over de oorzaak van de brand is nog niets te zeggen. Ja, en de brandweer is tot het einde van de ochtend bezig geweest met nablussen daar in Waddinxveen. De parkeerproblemen in Den Haag verplaatsen zich naar wijken waar de auto nog gratis neergezet kan worden. Tot grote ergernis van bewoners van Transvaal en Moerwijk, want zij zijn de parkeeroverlast voor hun deur helemaal zat. Iedere avond zijn ze in hun eigen buurt hopeloos op zoek naar dat ene zeldzame parkeerplekje. Het moment dat ik na 6 uur 's middags thuis kom, is het gewoon feest. En dus als ik op mijn werk iets moet doen na 6, ja, daar is het gedaan. Gedaan met de parkeerplaatsen in Moerwijk Noord. Diana Bakker moet iedere avond een aantal rondjes rijden om een parkeerplek te vinden. En ze is niet de enige. Ik ga s'avonds niet meer de deur uit. Nee, dan heb je helemaal geen plek meer. Je ziet hoe vol het hier staat. Nou, dit is gewoon constant. Het is vecht om een plek hier. Het grote probleem is dat mensen in de wijken die betaald parkeren hebben, hun auto hier neerzetten omdat het gratis is. En die komen hier naartoe en dan met een busje of wat dan ook. En dan pakken ze de fiets uit de achterbak en dan gaan ze weer terug. En dan komen ze de volgende dag komen ze de fiets weer halen of de auto weer halen. Nou, dat is standaard geworden nu. Veel bewoners zijn de parkeeroverlast zo zat dat ze vinden dat ook hier het betaald parkeren ingevoerd zou moeten worden. Je denkt bij jezelf van, nou, ik zou eigenlijk die banden wel willen lekbreken, maar ja, dat schiet je zelf ook niks mee op. Maar dat gaat wel gewoon door je hoofd heen, omdat die mensen gewoon niet beseffen dat wij hier wonen en dat wij hier gewoon onze auto niet meer kwijt kennen. En de gemeente, die veroorzaakt dat eigenlijk. En Diana Bakker, die vond na een kwartier zoeken toch nog een plekje. Voor de deur nog wel. Ja, de gemeente Den Haag laat weten dat in Moerwijk Noord in 2012 het betaald parkeren wordt ingevoerd. De parkeerdruk op andere plaatsen wordt nog onderzocht. Discjockey Jeroen van Inkel van Q Music heeft met een extra lange radio-uitzending spontaan 63.000 euro voor de kankerbestrijding opgehaald. Zijn actie is een reactie op de diefstal van het collectegeld van KWF. Komende zaterdag is in Den Haag een actie om geld in te zamelen voor KWF kankerbestrijding. Malika Tjatou is de initiatiefneemster van de ingelaste collecte. Ze kon het niet verkroppen dat inbrekers afgelopen zondag de complete opbrengst van de collecte van het KWF meenamen. Het begon dus inderdaad met een tweet en vervolgens merkte ik, nou, ik ben nu wel heel erg aan het zeuren, laat ik gewoon actie ondernemen. En die actie was eigenlijk heel kleinschalig, want ik zei, ik ga aanstaande zaterdag gewoon collecteren voor het KWF. Nou ja, vervolgens gingen allerlei mensen gingen daarop reageren, waaronder ook heel veel Kamerleden die zeiden van, nou, eigenlijk vinden we dit ook wel een heel goed plan en laten we dat geld gewoon terughalen. Er zijn heel veel mensen die hier persoonlijk door worden geraakt. Geldt het voor jou ook? Ja, mijn vader is overleden toen ik 8 was. Dus in die zin komt het wel heel dichtbij. Malika heeft al meer dan 20 mensen bij elkaar om te collecteren. En u kunt ze zaterdag door de Haagse binnenstad zien lopen. Er mag voorlopig niet gebouwd worden aan de moskee in Hillegom. Alle werkzaamheden zijn per direct stilgelegd, omdat er volgens de rechtbank in Den Haag procedurefouten zijn gemaakt. De welstandscommissie heeft dan wel gekeken of de moskee in de toekomstplannen voor het gebied past, maar die plannen zijn nog niet goedgekeurd door de gemeenteraad. Een 56-jarige wielrenner uit Noordwijkerhout is gisteren aan het eind van de middag in Katwijk verongelukt. De man kwam vanaf een fietspad door de duinen de sportlaan opgereden en werd daar geschept door een auto. Ondanks de inzet van een traumahelikopter overleed de man ter plekke. De weg waar het ongeluk gebeurde staat bekend als onoverzichtelijk.
Een 28-jarige HTM-medewerker is gisternacht door twee mannen neergestoken op de Schaapweg in Rijswijk. Agenten die afkwamen op de melding van de steekpartij zagen het slachtoffer naast zijn fiets liggen. De man was buiten dienst, maar droeg zijn uniform toen hij werd neergestoken. De daders zijn er daarna met een scooter vandoor gegaan. Het slachtoffer is overgebracht naar het ziekenhuis en de politie zoekt getuigen van de steekpartij. HTM Personenvervoer en politie Haaglanden hebben gistermiddag een overeenkomst getekend om de veiligheid in het openbaar vervoer te verbeteren. Beide organisaties willen efficiënter gaan samenwerken en de informatieuitwisseling verbeteren. Hierdoor moet de overlast van illegale praktijken in het openbaar vervoer verminderen. Daarnaast wordt goed gekeken naar de samenwerking tussen personeel van de HTM en politieagenten. Wat is er mis met Poeldijk? Dat vragen de inwoners van het dorp zich af. Poeldijk raakte de afgelopen jaren maar liefst 7% van haar inwoners kwijt, terwijl de andere dorpen in het Westland juist groeien. Jade van Doornik, Poeldijk, ja, verandert dus zo'n beetje in een spookdorp. Hoe komt dat? Ja, veel mensen hier wijten het probleem een beetje aan het woningaanbod. De meeste van de huizen lijken te duur, vooral nieuwbouwwoningen voor mensen hier. Woningen die wel betaalbaar zouden gaan worden, woningen die gebouwd moeten worden, zoals hier achter mij op de Westlandse Zoom, dat wordt maar uitgesteld. Dit terrein achter mij bijvoorbeeld, dat ligt al tijden braak en dat zorgt ook voor ontzettend veel irritatie bij mensen. Inmiddels heeft zich een actiecomité opgezet en die hebben van de week in een bespreking met de gemeente laten weten wat zij ervan vinden. De reden is dat er geen betaalbare woningen voor jongeren hier in het dorp gebouwd worden. Dat betekent dat mensen weg gaan trekken. Dat betekent dat het ook niet aantrekkelijk is, want er liggen vele lege plekken hier in Poeldijk. En dat nodigt niet uit om zich hier in Poeldijk te vestigen. Wij vinden eigenlijk gewoon dat, wat we eerder gezegd hebben, het convenant Westlandse Zoom opgezegd moet worden. Dat er snel gestart moet worden met de erfpachtmotie die raadsbreed aangenomen is. En dat je heel snel moet kunnen en moet beginnen met bouwen voor woningen voor jongeren. Want daar is de grootste behoefte aan op dit moment in dit dorp. Ja, de LPF wil dus dat er snel goedkope woningen gebouwd gaan worden. Hoe reageert de gemeente Westland daarop? De gemeente heeft in een reactie laten weten dat ze ook wel graag nieuwe woningen willen. Maar ze vinden ook dat er helemaal niet gesproken mag worden van een daadwerkelijke leegloop. En dat terwijl toch 7% van de mensen hier inmiddels weg is gegaan. Dus met zo'n overtuiging lijkt echt daadwerkelijke actie nog redelijk ver weg. Jade van Doornik vanuit een bijna verlaten Poeldijk. Dankjewel. Cowboyhoeden. Glitterbloesjes en stoere laarzen, het zijn de ingrediënten van het Dutch Western Riding Festival. De Uithof in Den Haag staat deze week in het teken van de Western paardensport. En daarvoor is de ijstempel flink verbouwd. 250 paarden op stal, 350 ruiters, arena's en een camping. Het past er allemaal in. En om op de plek van de ijsbaan de bodem geschikt te maken, hebben maar liefst 70 vrachtwagens speciale grond aangevoerd. En daarmee is de Uithof voor een week het Walhalla voor westernliefhebbers. Dit is een festival van formaat. Dit is eigenlijk de grootste, zeker de grootste in Nederland. Ja, het is een van de hele grotere in Europa. En dat trekt ruiters van over de hele wereld. Er komen Fransen, België, uit Denemarken, uit Engeland. Dus er komen nogal wat internationale namen aan de start. Giomani uit Alphen aan de Rijn doet al sinds haar 8e aan western rijden. Ook zij doet mee aan het NK Western Riding. En daarvoor is een goed getraind paard nodig en uiteraard een warming-up. Het liefst zou de organisatie van het festival de Uithof als vaste standplaats willen, maar dat gaat ze niet lukken. De komende 5 jaar keert het evenement in ieder geval terug in Den Haag. Dan gaan we naar het weer. Huub Misee, de afgelopen dagen hadden we vooral te maken met veel wind. Zijn we daar vandaag vanaf? Nou, dat zal pas later vandaag zijn. Tweede helft van de middag en vanavond. Dan gaat de wind langzamerhand wat afnemen. En voor die tijd hebben we nog steeds een matige tot vrij krachtige, aan de kust krachtige west- tot zuidwestenwind. En verder hebben we een weerbeeld van wat wolkenvelden, maar ook perioden met zon. En het blijft vandaag wel droog. De maximumtemperatuur die wordt ongeveer 17 graden.
Dankjewel, Huub. Blikken we nog even vooruit op ons dagelijkse programma Tis Wat. Vanavond weer te zien direct na het TV West Nieuws. En daarin dit keer onder andere paprika-teler Geert uit Nootdorp. Die per se wil dat zijn dochter op de knappe koppenkalender komt. Ik heb haar zonder dat ze het zelf wist opgegeven. En ze kon geen kant meer op, dus ze moest wel. Hij is er heel erg trots op zijn dochter. Ja. Wij wouden er ook graag in, maar ja, dat mag niet. Ja, de dochter van de paprika-kweker op de knappe koppenkalender. U ziet het vanavond dus in Tis Wat. En tot zover het TV West nieuws. Straks kunt u hier op TV West kijken naar 1 plus 1 is 3. En dat is een programma. Meer nieuws vindt u op onze website westonline.nl en op 89.3 Radio West. Vanmiddag om 5 uur is er weer een nieuwe uitzending van het TV West nieuws. Graag tot dan. Ik wens u een hele mooie dag.